What is up, jongens en meisjes, en welkom bij een nieuwe vlog. Het is... voor mij vandaag zaterdag. Het is weekend. Heerlijk, ik heb echt letterlijk een weekend niks te doen. Volgend weekend moet ik werken. Dus het is heerlijk om nu even lekker een weekend niks te hebben. Even een klein dingetje. Ik ben nog steeds niet helemaal erover uit wat ik nu wil met mijn YouTube kanaal. Ik heb gezegd dat ik wil gaan wekelijks vloggen. Maar ik merk heel erg aan mezelf dat ik dat gewoon niet heel erg zie zitten ofzo. Ik heb gewoon in één week niks te doen. Dus, maar ik mis het vloggen wel heel erg, het dagelijks vloggen. Dus, lang verhaal kort. Ik ben goed te lange verhalen vertellen, dus ik ga hem afkorten. Ik ga dagelijks vloggen. Zo kan ik mijn vlogs wat meer invulling gaan geven. En skip er een keer een dag tussenuit, jongens. Dan is het me misschien niet gelukt. Heb ik niks kunnen filmen. Maar ik wil proberen gewoon weer lekker dagelijks gaan vloggen. Omdat het op zich best wel te doen is. En ik het gewoon mis. Ik mis het dagelijks vloggen heel erg. En ik wil het gewoon graag meenemen door de hele dag. Want ik merk heel erg dat als ik ga weekvloggen, voel ik me heel erg beperkt in wat ik moet filmen. Ik wil jullie eigenlijk dan te veel meenemen in mijn dag. Maar dan heb ik een weekvlog die echt gewoon misschien een uur lang is. En dat vind ik een beetje rot. Dus ik heb ervoor gekozen om te gaan dagelijks vloggen. Vanaf maandag, morgen dus. Overmorgen. Ik ga jullie dit weekend wel gewoon lekker in één vlog meenemen. Die komt dan maandag online. En dan gaan we gewoon dagelijks vloggen. Alleen waarschijnlijk zal ik het weekend niet dagelijks vloggen. Waarschijnlijk zal het weekend dan wel gewoon een zaterdag en zondag in één worden. En dan zal er alleen op de zondag geen vlog online komen. Maar dat moet niet zo'n heel groot probleem zijn, toch? Dus ja, dat is een beetje wat ik wil gaan doen. Goed idee of niet? Let me know. Ik wil weten wat jullie er ook van vinden. Want uiteindelijk zijn jullie degene die het kijken. Dus let me know. Ik ben trouwens heel erg mijn... op één vinger trouwens. Daar ben ik nu net naar te kijken. Je ziet het heel slecht. Er zitten allemaal blaasjes op mijn nagel. Dat is echt super vervelend. Maar ik krijg dat dus niet weg. Maar goed, maar niet. Komt wel. Goed. Hoop ik. ja, het is dus nu voor mij vandaag zaterdag. Ik heb super weinig op de planning staan het weekend. Gewoon lekker een rustig weekendje. Lekker relax, lekker chill. Ik heb wat dingetjes veranderd in mijn kamer. Mijn bureau staat hier. Er hangt daar een lange spiegel. Trouwens echt super chill. Want ik heb hier dus gewoon perfecte licht vanuit het raam. En dit geeft me dus echt een perfecte view om zo dit te doen. En ik heb zo'n lampje opgehangen. Voor als het een beetje donker is. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg tevreden hiermee. Hij hangt nog steeds. Ik weet niet voor hoe lang. Ik hoop dat hij nog wel even blijft hangen. Maar ik ben dus eindelijk Lisha Marie's weer gaan vloggen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus die ben ik nu aan het kijken. Die was gisteren al online gekomen. Maar ik heb niet gekeken. Dus dat ga ik nu doen. En ik ga vanavond lekker douchen. Lekker een maskertje op doen, denk ik. Gewoon lekker een soort pamper avondje. Verwennen avondje. Vind ik wel weer eens even lekker eigenlijk. Dus dat is mijn planning voor dit weekend. Morgen eigenlijk niks doen. Morgen even naar de Stadswerf en een paar boodschapjes halen nog bij de Lidl. En voor de rest eigenlijk helemaal niks. Super chill weekend, super rustig weekend. Maar dat is eigenlijk niet verkeerd. Best wel lekker eigenlijk. Maar goed, ik ga even lekker de vlog verder afkijken. En zometeen weer eten, want ik begin trouwens de vlog echt wel heel erg laat. Het is nu namelijk... 10 voor 5. Dus ja. Ik ga zo ook alweer eten. Ik ga vanavond lekker gewoon simpel een hamburgertje eten met stoofpitjes. Ik zag één persoon sportje stoofpitjes bij de supermarkt. Ik dacht yes. Dat vind ik lekker. Normaal is zaterdag een snackdag. Mijn ouders gaan het wel doen, maar ik heb niet zo trek in snacks. Dus ik ga voor een hamburgertje en stoofpitjes. Oké, trouwens, voor ik dat ga doen, let trouwens niet op mijn haar, want ik kan er echt helemaal niks van mee. Het wordt echt lang en het hangt maar aan de ene kant. En ik heb het nu weer naar de andere kant gedaan. Als je verschil mocht zien, want dit was echt drama. Dat werkt echt helemaal niet meer. Ik word er echt helemaal gek van. Maar goed, don't blame me. Iedereen heeft coronakapsel tegenwoordig.
Dus maakt uit. Maar ik had in één keer een idee, aangezien ik toch nu in één keer langere vlogs kan maken, omdat ik elke dag ga vloggen. Ik zit al heel erg lang met dit laadje. Ik moet het opruimen. Het is zo erg dat de la niet eens meer helemaal open kan. Er zit van alles in. En ik moet het gewoon gaan opruimen. En ik dacht, ik ga dat dan gezellig nu met jullie doen, want ik heb nu toch nog niks te doen. Dus, ik ga jullie even lekker neerzetten. Ik ga even mijn pedaal in mijn zak of weet ik het wat erbij pakken. Aangezien we morgen toch naar de Stadswerf gaan, kan ik dat gelijk dumpen daar. En dan, ja, kan ik het even uitzoeken met jullie. En dan kunnen jullie ook zien wat voor rommel ik hier de afgelopen tijd in heb lopen douwen. Want het is vreselijk. Hier is allemaal wel opgeruimd hier. Hier staat gewoon echt een bak. Een SD-kaartje en een tv-afstandsbediening. En een potje met nagellakremover staat erachter. En voor de rest is dit leeg. En hier ligt, aan deze kant ligt een bloknoot achterin. Dus dat zie je bijna niet. Maar ja, dit is wel een dingetje. Ik ben blij dat er een la zit, dat die dicht is, dat je het niet ziet. Maar er ligt hier echt van alles, van sieraden tot hoesjes, nagellak, van alles. Ik ga het even uitzoeken en ik ga jullie lekker daarin meenemen. Oké, ik ga jullie hier neerzetten, maar trouwens mag je wat horen. I don't care about the copy claim en al dat soort dingen, maar ik wil dat gewoon opzetten. Dus, ik ga even de top van de Eiffeltoren eraf halen. Dan kan ik jullie hier waarschijnlijk perfect opzetten. Ha, top! Ik heb een zak hier. Die ga ik alles ingooien. En ik ga jullie ondertussen gewoon lekker meenemen. Ik ga het even ietsje zachter zetten. Ik ben helemaal gek van het nummer Wellow Man. Van Nathan Evans. Ik heb die nu voor een uur opstaan. Ik ga het heel voorzichtig opentrekken. Kijk, er zitten ook echt hoesjes in van mijn oude telefoon. Wat ik dus eigenlijk gewoon niet meer nodig heb. Dit zijn allemaal hoesjes van mijn oude telefoon. Deze niet. Deze ook niet. Deze ook niet. Ik krijg hoesjes ook van sieraden bij Celine. Maar er zit gewoon ook niks meer in. Ik kan eigenlijk gewoon allemaal weg. Papiertjes, echt de meeste random dingen. Hier een leeg doosje. Ik wil dat dan gewoon niet wegleggen. Een VVV-bom. Die moet ik nog steeds gaan gebruiken. Zo'n Fitbit. Dingen voor een mondkapje. Hier die touwtjes en zo. Waarom bewaar ik al die dingen? Ik heb me dus toch praxis. Ja. Ja. Opa's ophouden bij Praxis. Maar hij vraagt of het Praxis is. Ja, het is Praxis. Oké. Okay. Top. Een envelop. Waarom bewaar ik al die dingen? Foto's. Ik moet het echt eens leren opruimen hoor. Verder dan, foto's van mijn Ash, dat ligt hier gewoon in de la. Papiertjes. Sticker van de bakshop. Een tassenstrap, nou die leg ik wel hieronder neer. Ik ga het niet weggooien, dat is natuurlijk gewoon zonde. Er liggen hier echt dingen in dat ik denk, what? Kettingjes van Celine. Armbandje van Celine, die kan ik vast gewoon omdoen. Dat is echt mijn lievelingsarmbandje. Waarom ligt die hier in godsnaam in de la? Super zonde. Dat ik hier trouwens iets dichterbij zet. Dus ik kan het nog even zien. Denk ik. Dat is echt zonde. Stekkers. Waarvan dat ik echt denk, wat is dit? Waarvan? Die touwtjes voor je telefoonhoesje, dat kan die toch niet meer met mijn telefoon, dus die kan ik eigenlijk gewoon weggooien. Ik vind het wel jammer, ze hebben voor mijn telefoon geen, ik gebruikte al voorheen altijd van die telefoonhoesjes met koord. Maar dat hebben ze nu dus niet meer.
hè? Wat is dit? Oh, verjaardagskaarten. Waarom? Deze is kapot. Kerst, oh, kerstkaarten. Thank you.
Goed, ik heb avond gegeten en dat was echt super lekker trouwens. Ja, ik heb zo lekker gegeten. Maar ik ga even douchen. Waarom zet ik de camera eigenlijk neer? Ik ga me omkleden en ga ik douchen. Maar ik heb vandaag bezoek. Ik neem Rio namelijk vandaag weer eens mee onder de douche. Die zat de hele tijd mijn aandacht te trekken. En nu die hier zit, zie je hem echt kijken van, oh, wat heb ik nou toch weer gezegd. Maar goed, ik ga even lekker douchen. Rio er lekker bij. Ik ga hem niet nat maken, maar Rio, ik vind het gewoon fijn dat Rio dan eventjes een beetje stoomt of zo. Is goed voor hem. Dus dat kan geen kwaad. En ik kan ook wel even stomen. Dus dat ga ik even doen. En daarna lekker omkleden. En daarna lekker mijn pyjama aan. Goed, inmiddels lekker gedoucht en omgekleed. Maar de planning om een maskertje op te doen zit er niet in. Alles is dus op. Ik dacht dus dat ik nog iets van een masker had. Nou, dat heb ik dus niet meer. Dus ik heb gelijk mijn skincare maar gedaan. En ik probeer jullie even neer te zetten. Ik ga maar gelijk mijn dagcreme opdoen, denk ik. Of tenminste, überhaupt mijn crème. Ik dacht dus dat ik het had, maar ik heb het dus niet. Maar goed, maakt niet uit. Geen mens overboord. Dat is allemaal het probleem niet. Die ring nog steeds aan, dat is niet zo slim. Oh ja, maakt niet uit. Ik ga moet morgen toch langs de Lidl en Pets Place. Dus dan ga ik morgen wel gelijk een, hoe heet dat? Een tube met een masker halen. Dan doe ik het morgen alsnog. Ik heb sowieso geen plan om morgen make-up op te gaan smeren. Gewoon lekker even niks een dagje. Het is tenslotte zondag en ik ga bijna niks doen, dus dan maar morgen even een maskertje op de middag of zo. Kan geen kwaad. Was wel jammer, want ik had er eigenlijk wel even zin in. Ik neem trouwens met crèmetjes en dat soort dingen. Überhaupt de reiniging, best wel altijd gewoon mijn borst en mijn nek mee. Dat is gewoon, ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon het fijnst. Ik gebruik trouwens tegenwoordig gewoon de crème van Nivea. In het begin gebruikte ik echt van die gezichtsdagcremetjes, dingetjes en zo. Maar tegenwoordig gebruik ik gewoon een rode pot. Ook voor mijn gezicht, want daar is gewoon niks mis mee. Het is alleen iets vettiger, maar deze is voor een droge en, ja, hoe noem je zoiets, een best wel gevoelige huid. Ja, dat heb ik, dus dat is top. Maar goed, ik ga nog even wat YouTube dingetjes doen nu. Ben ik daarna helemaal klaar. Ik zit trouwens weer, ik vind het zo erg met lange nagels, dat er uiteindelijk die hele crème onder je nagels zit. Mijn handen wassen zo. Maar ja, ik ga zo even lekker YouTube kijken. Ik denk dat ik lekker de Switch van beneden ga halen en even lekker spelletje gaan spelen ofzo. Dat hebben we ook al een tijdje niet gedaan. Dus dat is wel een ding. En voor de rest, ja, ik heb verder geen plannen. Ik denk dat ik zo meteen een serie verder ga kijken. Ik ben namelijk op Netflix een serie gaan kijken, iets met Magic. Ik weet niet hoe het heet eigenlijk, maar ik zoek dat zo meteen nog even op. Ik ben heel benieuwd eigenlijk. Ik heb de eerste aflevering gezien. Ja, een halve aflevering. Dus ik ben benieuwd hoe het verder gaat. En het is nu al best wel dat ik denk, dag is, het is een hele kinderachtige serie. Maar dat valt best wel mee. En ik ben trouwens nog steeds die Winx Club verfilming aan het kijken. Die is ook wel heel tof. In het begin dacht ik, oh, helemaal niet leuk. Hij is toch wel heel spannend. Dus ja, that's it. Dit heb ik lekker in laten trekken en lekker mijn gemakje houden. Goed, ik ben die serie aan het kijken waar ik het er net over had. De serie heet trouwens
Bureau of Magic Things. Echt super grappig. Het is wel een beetje ergens kinderachtig, maar ergens vind ik het ook wel een grappig verhaal. Zeg maar een meisje die ziet een boek in het park liggen en dat schijnt een magisch boek te zijn. Dat raakt ze aan en daardoor kan zij in één keer een vee en een elf zien. En die komen uit die magische wereld, bla bla. Gedoe. Dus daar ben ik nu aan het kijken. Het is leuk, maar ik ga zo lekker slapen. Ik ben namelijk wel moe. En aangezien het vandaag een aparte vlog zou zijn, ga ik jullie gedag zeggen en ga ik lekker slapen. Mocht je trouwens gekke bruine plekken zien op mijn armen de komende dagen? Ik heb mezelf ingesmeerd met zelftanner en dat het niet helemaal goed uitgesmeerd. Dus nu, ja. Ik ga even mijn laptop dichtklappen. Dus nu is het vlekkerig. Top, hè? Helemaal leuk. Maar goed, maar niet. Ik ga in ieder geval lekker mijn ogen dicht doen. En ik zie jullie morgen gewoon weer bij een nieuwe vlog. Tot morgen. Peace.